iedereen kan haken. Ik wil jullie eerst hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. Duimpjes omhoog onder de video. Opklikken, abonneren. Heel erg leuk. Het stimuleert mij om iedere keer nieuwe video's te maken. En dit keer het Tweetfest Twinkle. En ik heb hem Twinkle genoemd omdat ik eigenlijk daarna de... Ik heb eerst het Tweetfest gemaakt met deze wol. Met Tweet van de Zeeman. Daar zit 100 gram op en 163 meter. En ik heb de Julia Shiny gebruikt. Daar zit ook 100 gram op, maar die is 160 meter. Ja, het motiveert iedere keer maar weer om video's op te nemen. Ik zal onder de video hieronder zetten hoeveel wol ik voor gebruikt heb. Ik heb dus inderdaad de Tweed wol van Zeeman gebruikt en de Julia Shiny. Onder de video komt dus het aantal bollen welke ik gebruikt heb. Je hebt nog meer nodig. Een schaar, haaknaald nummer 6, steekmarkers en een stopnaald. En ik heb dit vest in 6 maten uitgelegd. Er is ook een kooppatroon van, daar laat ik dadelijk eventjes een stukje van zien. En de kooppatroon kan je bestellen op iedereenkanhaken@hotmail.com of via Messenger. Dus ik zou zeggen, haal de wol in huis en haak lekker met mij mee voor dit leuke vest in 6 maten. Dus dan kan je echt wel lekker doorhaken. Ik zou zeggen, haak lekker mee en ik zie je zo weer terug. Tot zo! We beginnen met het achterpand en het achterpand is gewoon helemaal vierkant en dat haak je tot 90 centimeter en je zet even, dit is de maat, maat 36-38 zet je 61 los op, voor maat 42-44 zet je 73 los op, kijk die staat tussen haakjes, en maat 48-50 zet je 85 lossen. Plus de 3 beginlossen zet je op. En dan gaan we aan het patroon beginnen. En even kijken of ik het haakpatroon hier heb ik bij de hand. Dus als je het patroon wil bestellen, dat kan via iedereenkanhaken@hotmail.com of een messenger berichtje sturen. Hieronder de video is iets lastiger om te beantwoorden. Dus een messenger berichtje is het makkelijkste. Ik stuur je een tikkie en dan krijg jij ook het haakpatroon. We gaan dus nu met dit aantal steken wat je opzet, deze aantal lossen welke je nodig hebt, die haak je tot 90 centimeter. En dat maakt niet uit voor welke maat. En dan gaan we aan het patroon beginnen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Voordat we zelf gaan haken, laat ik heel even het leuke patroon zien. Dit is met de Julia Shiny gemaakt, maar het tweedvest kan je ook met tweedwol maken. Als je maar eigenlijk wol koopt waar je met haaknaald nummer 6 mee kan haken. En kijk hoe mooi dat dit patroontje is. Het is heel makkelijk. Het patroon is eigenlijk deelbaar door 8. Kijk, je ziet hier een V, die zit in 1 steek, dan sla je 2 steken over, dan zie je een moesje, die zit ook in 1 steek en dan sla je weer 2 steken over en dan krijg je weer die V steek in 1 steek en dan sla je weer 2 steken over. Ja, het is een heel makkelijk patroon, dus we gaan gauw beginnen en ik zou zeggen blijf gewoon even tot het einde kijken, want hoe meer je kijkt eigenlijk, hoe meer je iedere keer leert. Het achterpand en de voorpanden zijn zonder boord, ik heb alleen een klein boordje aan de mouwen gemaakt, dus dan kan je meteen met het patroon beginnen. Tot zo!
We beginnen dus met het achterpand, met het aantal op te zetten steken, met een, wat ik net heb verteld, met een opzetlus. Haaknaald erin. En goed tellen. En natuurlijk de laatste 3 lossen erbij. Dus 61 lossen voor maat 36, 38. 73 lossen voor maat 42, 44. En 85 lossen voor maat 48, 50. En natuurlijk die laatste 3 lossen. Dus we gaan beginnen en dan zie ik je zo weer terug als je de losse ketting klaar hebt. Tot zo! Ik heb natuurlijk een kleinere losse ketting gemaakt omdat ik het patroon even uit wil leggen. En we gaan natuurlijk nog 3 extra lossen voor het begin maken. En dan pak ik even het patroontje erbij. Je begint dus, die losse ketting heb je gemaakt. Dan begin je aan de, even nadenken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e steek, daar steek je in. En dan gaan we een bundel maken. Dus deze bundel die ga ik nu uitleggen. We slaan er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 over. En dan gaan we een bundel maken. Dus je steekt in, je haalt je draad op en je slaat om door 2. En dan doe je het nog een keer in diezelfde steek. Je haalt je draad op, omslaan door 2 en dan ga je je bundeltje afmaken en dan haal je door alle 3 de lussen. Dan 1 losse en dan ga je nog een bundeltje maken in diezelfde steek. Dus je slaat om, je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door 2 en weer een keer omslaan en weer een bundeltje maken, insteken, draad ophalen en weer omslaan en door 2. Dan heb je 3 lussen weer op je haaknaald en dan gaan we omslaan door alle 3 de lussen. Zie je? Dan heb je 2 van die leuke moesjes, die heb je klaar. Dan gaan we 1 losse doen en dan slaan we 2 steken over. Kijk, we doen 1 losse en heb ik dat net in dat bundeltje, nou ja, we doen het nog wel een paar keer, doen we 1 losse, moet er tussen, ik weet eigenlijk niet, ja die heb ik wel gedaan. Dus we gaan nu naar deze steek, dus we slaan 1, 2 steken over en we maken een losse. We doen dus dan een stokje, een losse en een stokje en weer een losse tussen. Als je het patroon door hebt, nou dan kan je echt lekker bij de tv haken. 1 losse, je slaat 2 steken over, 1, 2, 1, 2 sla je over, dus in die derde je maakt een stokje een losse en je maakt weer in diezelfde steek een stokje. Zie je, dan heb je hier dus die bundeltjes, die moesjes en je hebt hier de V-steek. Dan gaan we 1 losse maken en we slaan weer 1, 2 steken over en we gaan weer een bundeltje maken, een moesje. Dus je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door 2, je steekt nog een keer in, eerst omslaan, je haalt je draad op, omslaan door 2 en dan weer omslaan door 3 en 1 losse en je gaat nog een bundeltje maken, dus nog een moesje in dezezelfde steek. Dus je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door 2 en weer omslaan en je gaat nog een keer insteken, je haalt je draad op, weer door 2 lusjes
en dan sla je weer om door 3 lusjes en weer 1 losse. Zie je? In het begin trekt het wel een beetje, vind ik, aan de onderkant, maar dat gaat weg hoe meer dat je het patroon gaat maken. We hebben net 1 losse al gedaan. We gaan nu 1-2 steken overslaan en we gaan weer een stokje maken. Een losse en weer een stokje in dezezelfde steek. En 1 losse. En zo maak je de hele toer af tot het einde. Dus je maakt die bundeltjes, die moesjes, 2 steken overslaan en je maakt dan een stokje, een losse, een stokje. 2 steken overslaan en weer die bundeltjes. En dan zie ik je op het einde, zie ik je weer terug. Tot zo! Dan zijn we nu op het einde van de toer. Ik ben uitgekomen op een bundeltje en ik heb al 1 losse gedaan. En de laatste is dus een stokje. Dus de laatste van je patroon is een stokje en dan gaan we het weer keren. Dus we maken nu 1 stokje. En we gaan met 4 lossen gaan we het weer keren. We gaan iedere keer 4 lossen doen. Dus 3 lossen is het eerste stokje. En 1 losse, dat is voor de ruimte die je nodig hebt om aan het volgende bundeltje te beginnen. Dus we keren het werk. En dan gaan we precies hetzelfde doen als toer 1. Dus het is maar 1 toer, het hele patroon is maar 1 toer. Even wat garen pakken. Vind ik altijd een beetje vervelend dat je moet wachten. Maar nu hebben we dus die 4 losse gedaan. En nu gaan we in die bundel weer een bundeltje maken. Kijk, iets dichterbij kan laten zien. In de bundel gaan we weer een bundeltje maken. Dus omslaan door 2. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan weer door 2. En dan door 3. Dus dan doe je eigenlijk 2 van die halve afgemaakte stokjes maak je af. En dan ga je 1 losse doen, die mag je niet vergeten. En dan ga je weer een bundeltje maken. Dus eerst omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, door 2. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, door 2. En omslaan, door 3. En 1 losse. Zie je? Dan krijg je door die 4 losse, iedere toer maak je 4 losse, krijg je die ruimte en je krijgt weer een mooi bundeltje. Na elk stokje of bundeltje maak je weer een losse, dat hebben we net gedaan. En nu gaan we weer in deze, dit noem ik een V-steek, dat is een stokje, een losse, een stokje. Hierin gaan we weer een stokje, een losse en een stokje maken. Dus een stokje, 1 losse en een stokje. En 1 losse. En dan komen we weer aan bij een bundeltje. Je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door 2. Nog een keer omslaan, insteken, draad ophalen. Omslaan door 2 en dan omslaan door 3 en 1 losse. Dan weer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2. Omslaan door 3 en een losse.
zie je dat je dan dadelijk gewoon een heerlijk tweetvest krijgt, want je, ja, je haakt gewoon eigenlijk alleen maar ja, stokjes of bundeltjes en losse, iedere keer wel die losse ertussen, zodat je wel die ruimte ertussen krijgt. Dus een stokje, een losse en weer een stokje tussen die V in. Gewoon tussen die V in, dus je hoeft helemaal niet te zoeken naar je, ja, naar je steek. Die los hebben we gedaan en dan gaan we nu weer bundeltjes maken. Het ziet er nou misschien een beetje raar uit, maar het komt echt goed. Omslaan, insteken, tussen die bundeltjes insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 3, omslaan, 1 losse en weer een bundeltje. Nou, je weet nu hoe je een bundeltje moet maken. Je gaat in de opening, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan, insteken, weer in dezelfde opening, je haalt je draad op, omslaan door 2 en dan omslaan door 3 en een losse. Ik doe die altijd meteen daarna, die losse, zodat je echt meteen ja, het patroon te pakken krijgt. Kijk, ik zal nog eventjes het patroon laten zien hoe mooi dat het wordt. En dit is echt zo'n lekker vest van lekker over je mooie blouse heen en of over een t-shirt wat je mooi vindt, en dan ben je toch een beetje warmer aangekleed. Nou, dan zijn we weer bij die V-steek, die losse hebben we al gedaan, en dan gaan we een stokje doen, 1 losse en weer een stokje. En weer een losse. En zo maak je je hele toer af. En dan zie ik je op het einde. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. En nu zijn we op het einde van de toer bij de bundeltjes. En de losse hebben we al gedaan. En je maakt gewoon een stokje eigenlijk in deze opening. Einde van de toer is altijd een stokje. En je begint je toer met 4 lossen, altijd met 4 lossen. En dan keer je weer je werk. En dan ga je het weer beginnen zoals ik het uitgelegd heb. En zo maak je het af tot 90 centimeter voor het achterpand. En dan zie ik je terug als we aan het voorpand gaan beginnen. Tot zo! We gaan nu aan het voorpand beginnen en ik leg het gewoon netjes uit en ik doe het niet echt meer voor. Dus even kijken hoor, dit is de matentabel. Voor maat 36, 38 zet je dus 31 lossen op. En voor maat 42, 44 zet je 37 lossen op. En voor maat 48, 50 zet je 43 lossen plus 3 losse op. Dus het voorpand is hetzelfde als het achterpand, alleen wil je natuurlijk voor de halslijn wil je gaan minderen. Ik heb wel gekozen, en ja, nu is het misschien onduidelijk, voor een mindering hier, zo kun je het beter zien, voor een mindering naar de halslijn of naar de schouder, zeg maar. Dan moet ik dit even meten, momentje. Ik ben begonnen met minderen vanaf de onderkant, en ik kan het heel moeilijk filmen hoor, zie ik, op 55 centimeter, en dat is 22 inch. En toen ben ik gaan minderen, en ik zal het heel eventjes iets beter gaan uitleggen, en dan ja, dan heb je je voorpand ook af. En die haak je tot dezelfde lengte natuurlijk als je achterpand.
En dan leg ik nu even de camera goed, zodat ik even goed het minderen van het volpand kan uitleggen. Tot zo! Als je gaat minderen vanaf 55 centimeter, dan zet je eerst even de steekmarker in je werk, zodat je weet van je bent daar vandaan aan het minderen gegaan. En je ziet dan eigenlijk een hele logische stap. Je gaat dus van een moesje van 2, ga je een moesje van 1 maken. En dat doe je ook weer 3 toeren. Dus, en dan ga je weer natuurlijk minderen, want dan ga je weer naar boven. En dan zie je dat je bij die V geëindigd bent. En dan sla je dus het moesje over en maak je een stokje op het eind. En dan ga je weer minderen met 1, 2, 3 toeren stokjes. In plaats van, omdat je natuurlijk van die V afkomt, dan ga je alleen maar stokjes zetten. En dan zet je een stokje op een stokje. Dat doe je 3 toeren en dan ga je weer 3 toeren, omdat je weer dit stokje moet overslaan. Dan ga je weer naar de moesjes 1, 2, 3 toeren en dan ga je weer 3 toeren enkele moesjes maken. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien zo. En na die 3 enkele krijg je weer die V-steek. Dus je slaat dan weer het moesje over en dan ga je nog 1, 2, 3 toeren stokjes haken en dan ben je bij de schoudernaad en dan is je voorpand af. En hoe doe je dit dus met de andere zijde? De andere zijde, dat gaat eigenlijk in spiegelbeeld. Dus je legt dit neer en dan haak je weer hetzelfde en je kan gewoon dit weer aanhouden. Want wat doe je dan als je deze dan nog een keer gehaakt hebt? Die leg je dan in spiegelbeeld neer. Dus het is niet moeilijk. Je hebt dan altijd 2 dezelfde panden. Dan zijn we nu aangekomen bij de mouw van de Tweed Vest Twinkle. Alles voor het haakje staat is maat 36-38. Tussen haakjes is maat 42-44 en na de haakjes is maat 48-50. Je zet voor de mouw voor maat 36-38 dus 25 lossen op en voor maat 42-44 31 lossen en heb je deze maat 48-50 zet je 37 lossen op plus 1 extra lossen, dat is het de beginlossen. Je maakt eerst een boord met 7 toeren vaste. Je haakt dus 7 toeren vaste. Kijk, dit zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toeren vaste. En dan begin je aan het patroon. En het meerdere van de mouw, dat doe je dus iedere keer eigenlijk eerst 1 stokje, 3 toeren en dan ga je 3 toeren weer de V-steek maken. En daarna ga je weer meerdere met het moesje en dan doe je eerst 3 toeren 1 moesje en dan ga je weer het patroon vervolgen zodat je weer die 2 moesjes krijgt. En zo meerder je de mouw tot de gewenste lengte en de lengte heb ik hier. Die staat op 38 centimeter of 40 centimeter of 40 centimeter en dat ligt natuurlijk aan welke maat dat jij gaat maken. En dan gaan we weer verder met het uitleggen van hoe ga ik nu meerderen. Tot zo! Als je bij de mouw moet gaan meerderen, dan heb je al 3 toeren gehaakt. En ik ben nu, heb ik al 4 lossen gedaan. En dan ga je eigenlijk, als je gaat meerderen, ga je eigenlijk zorgen dat je zo'n V'tje aan deze kant erbij krijgt. Maar ik doe dan gewoon 1 stokje. Dus je hebt hier 4 lossen en je hebt al gekeerd. En ik doe 1 stokje
in die opening. En een losse. En dan pak ik weer het patroon. Dus ik ga weer het moesje maken. Een losse en weer een moesje. En een losse. En dan haak ik weer gewoon het patroon door tot het eind. En dan is dit de meerdering. En hier op het eind, dan zie ik je weer terug. Tot zo. En dan zijn we nu op het einde van de mouw. En je ziet dat je hier die V-steek hebt gehad. En dat we dus weer eigenlijk met de moesjes gaan werken. Met die groepjes. Maar omdat het een meerdering is, doe ik gewoon eerst één moesje. En die zet ik hier op die onder, ja, tussen die laatste steek in. In deze opening. Dus dan ga ik mijn draad ophalen. En dan maak ik één moesje, dus door 2 omslaan, weer insteken, draad ophalen, omslaan, door 2 en weer omslaan door 3. Een losse en ik ga het eindstokje maken hier op het einde. Zie je dat je dan een meerdering gedaan hebt? En we gaan nu de teruggaande toer gewoon eigenlijk op dit moesje weer een moesje maken. En we zorgen dat we iedere keer pas gaan meerderen na 3 toeren. Dus 1, 2, 3, dan meerderen. Dus nu gaan we weer 3 dezelfde toeren maken. En nu nog 2 dus, want we hebben deze al gemaakt. En dan ga je weer een meerdering maken. Dus we gaan nu 4 losse maken. 1, 2, 3, 4. We keren het werk. En we gaan nu dus op dit moesje gewoon 1 moesje maken. En een losse. En dan herhaal je weer het patroon. Dus hier die V-steek hier tussenin. En een losse. Zie je dat je dan gemeerderd hebt en dat dit alweer de tweede toer is? En dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo! En dan zijn we nu op het einde van de toer bij de mouw. En we zetten dus een stokje op dit vorige stokje. En een losse. En we sluiten de toer met een stokje. En dan beginnen we weer aan de nieuwe toer met 4 losse. 1, 2, 3, 4. En dan keren we het werk. Kijk hoe leuk. En die mouw, dat gaat vanzelf dan ja, wijder worden. Dus om de 3 toeren, dit is de laatste toer met het stokje. Dus ja, dit wijst eigenlijk zichzelf. Dus nu ga je nog een keer een stokje op een stokje zetten. 1 losse. En nu pakken we gewoon het patroon weer op met het moesje. Door 2. Omslaan, weer insteken. Draad ophalen, omslaan door 2. Omslaan door 3. En een losse. En weer insteken in dezelfde opening.
Praat op banen, omslaan door 2, omslaan door 3 en 1 lossen. En dan pakken we weer het patroon. En dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo! En dan zijn we nu bij het laatste, de laatste toer. Of tenminste het einde van de toer met de moesjes. Dan gaan we daar nog één moesje op zetten. En een losse. En we sluiten weer de toer. En weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Iedere toer eindig je met 4 lossen. En dan gaan we weer de toer, andere toer beginnen van de mouw. En dan gaan we weer meerdere. Dus om de 3 toeren ga je meerdere. En nu, je raadt het al, nu gaan we meerdere. Nu gaan we nog een moesje erbij maken, zodat we dit patroon weer krijgen van die moesjes. En nu pak ik gewoon eigenlijk het midden, zodat we daar dus die moesjes op kunnen maken. Dus we halen de draad op, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2. Dan heb je weer 3 lussen op je haaknaald, omslaan door 3 en 1 losse. En dan gaan we weer in diezelfde steek een moesje maken, zodat we gaan meerdere. Dus iedere 3 toeren ga je een moesje meerdere, of een stokje, of maar net hoe het patroon is. En dat moet je dus gaan vervolgen. 1 losse. En je gaat weer het patroon vervolgen. Dus je gaat hier weer een V-steek op maken. Dat is een stokje. 1 losse en 1 stokje. En weer 1 losse. En dan ga je de hele toer afmaken. En dan zie ik je op het einde van de toer. Dan zie ik je weer terug. Tot zo! En dan zijn we nu op het einde van de toer. En hier eindigen we dus met die stokjes. En dan gaan we dus een, kijk, we moeten dit patroon hebben, dus we moeten nu die V-steek weer hebben. Dus we gaan nu op die meerdering, gaan we een, na die 3 toeren gaan we een V-steek maken. Dus we zetten op dit stokje 1 stokje, 1 losse en 1 stokje en 1 losse. Dat is het fijne van het patroon. Je doet iedere keer een losse tussen je werk. Dus je kan dit heel makkelijk bij de tv haken. En nu sluit je de toer met een stokje. Dus je gaat hier in die opening in en je maakt een stokje. En dan begin je weer je nieuwe toer met je 4 losse. Zie je? Dus zo maak je de mouw. Zo ga je meerdere na 3 toeren. Iedere keer meerder je, zodat je in het patroon weer gewoon vervolgt dat je die V krijgt, die moesjes, de V en de moesjes. Dus die herhaling krijg je iedere 3 toeren. En dan haak je de mouw tot de gewenste lengte. En ik zal straks het patroon even nog even laten zien hoe lang dat de mouw gaat worden, in welke maat. Tot zo! Als je nog het patroon wilt met de matentabel, dan ja, kan je dat bij mij bestellen, zoals ik het al gezegd heb. Ik zou zeggen, heel veel haakplezier met het Tweetfest Twinkle. En de afwerking leg ik in de andere video uit, omdat het anders echt te lang wordt. Dus ik zou zeggen, graag de duimpjes omhoog, hier abonneren op mijn foto klikken en zet de notificatie aan. En tot de volgende video. Tot ziens!